In deze reeks van DIY on Wheels krijgt een Austin Cooper S uit 1964 een body-off restauratie. In de vorige aflevering werden de draagarmen gereviseerd. Nu zijn de overige onderdelen van de ophanging aan de beurt. Nu gaan we de voorste wielnaaf compleet assembleren. We zijn voorzien van nieuwe lagers, nieuwe kogelgevrechten, traagarmpje monteren. Dat is eigenlijk het onderdeel waar de kardan door moet, waar de remschijf op komt en de remklauw. Ja. Dat is het onderdeel die eigenlijk in het wiel zit. Dan gaan we nu eerst beginnen met de binnenste lagers te monteren. We gaan eerst de binnenring monteren van de lager. Zowel die kant of die kant, dat dat vast zit. Met de werkplaatspers en een geschikt tussenstuk wordt deze in de wielnaaf geperst. Voilà, kijk, nu zit hij mooi op zijn einde. Kijk. En nu gaan we de tweede ring op die kant erin steken. Nu gaan we de kogelgevrechten monteren. Hoe is dat van de mini? Er staan dus verschillende onderdelen. De grote moer, het kogelgevrechtje zelf, die in een schotel ligt. En die afstand, tussen dit en dit, wordt geregeld met diepteplaatjes of dikteplaatjes. Het mag niet te los zijn, anders zit er dat speling op. Houd niet te veel span aan, dan breekt die af. Mini is daar zeer gevoelig aan. Dat wordt ook gesmeerd, zit er ook een smeernippel op. Als dat er weinig gesmeerd wordt, verglijdt dat, komt er speling op en is er speling op je wiel gekomen. Eerst de bordplaat monteren met de smeernippel, zodat die op zijn plaats zit. Er zitten drie verschillende diktes in. En nu moeten we een beetje puzzelen. We gaan er eerst drie monteren. Het is wel heel belangrijk dat het goed gespannen is. Hier zit de slap spieling op, dus er zit eigenlijk een plaatje te veel in. Dat mag niet. Dus. En een keer eentje uitnemen. En een keer zien wat het heeft. Ja, die begint aan een keer goed spannen. Voilà, dat is goed. Die is perfect. Voilà. We gaan ook eerst smeren. En dat doen we dit tot het vet eruit kruipt. En het overtollen kun je smal. Voilà, kijk, nu heb je dat. Dat goed, nu gaan we dat borden ook. De stofmuts, vlot en moer. En nu gaan we de andere kant doen. De onderkant is ook altijd gemonteerd met een veer. Dus die zitting duwt op een veer. Weer hetzelfde systeem. Smeernippel monteren met bordplaat.
Nee, is ook goed. Nog eens extra goed aanspannen en de speling controleren. Voilà. Deze mag ook al onmiddellijk gesmeerd worden. Voilà. Voldoende. Daarna het overtollige vet afkuisen en dan borgen en de stofhoes monteren. Overrechten zijn klaar. En dan gaan we eerst nog het armtje monteren. Daarmee zal deze in een later stadium gemonteerd worden aan de rest van de ophanging. Lichaam op moment spannen. Zo'n bootje op 45 newton is perfect. Voilà. Dan nu gaan we de laars monteren. Daarvoor heb ik nog de oude afstandring nodig. Voordat we de laar monteren, gaan we eerst voldoende insmeren met laarvet. Je moet daar niet zuinig mee zijn. Een beetje vet is geen verlet. Zo mag die dan in de wielnaaf. Nog vet erbij. De afstandring. En dan de afdichting. Daar zijn twee verschillende in. Eén met een lipje en één zonder. Dan met dat lipje is altijd de binnenkant waar de kardan tegenkomt. Dat is een soort stofring die op de kardan moet eerst. En dat past perfect in dat lipje. Voilà. Op zijn plaats. Beetje vet. We doen ook hier. Dat hij op zijn plaats blijft plakken. Voilà. En nu de andere kant. Daar moet je altijd ook nooit vergeten de afstandring tussen steken. Het is best dat je dan nog een beetje opvult met vet. Zo blijft hij daar mooi op zijn plaats zitten. De afstandring. Zorg ervoor dat hij goed gecentreerd zit. En dan kan het lager er ook in. Dit wordt ook weer rijkelijk voorzien van lagervet. En dan de andere afdichting erop. Voilà, die is klaar. Hier gaat de kardan door. En dan komt de remschijf op. Met de flens. Dit is gewoon in elkaar. En met de moer die hierop gespannen wordt. Zit er eigenlijk tussen. Want dat wordt ook een remschijfje vervangen en ook gereviseerd eigenlijk. Dat is voor jou iets later. Nu Karel alle juiste gereedschap bij zich heeft, reviseert hij ook eerst de andere wielnaaf. De wielnaven en alle losse onderdelen van de ophanging zijn klaar. Nu is het chassis zelf aan de beurt. Dit is een nieuw achterchassis. Het vorige was geplooid. We hebben het ook laten zandstralen, het nieuw chassis, en wanneer het meteen gepoederlakt. Ja. Wat we nu gaan doen is alle aan de bouten, de moeten de bedrading kuisen met een draadtap. Zodat we daar tijdens het monteren geen miserie hebben met een bout die vastloopt. Dus gewoon een draadtap, geen vlug erdoor duwen. Die spant al een beetje meer dan de andere. Altijd waar hij stand in van zand of van poederlak.
zou jammer zijn om daar al een boot in afbrengen. Er kruipt wat werk in, maar het kan Karel straks heel wat ellende besparen. En zoals je ziet komt er heel wat stof vanaf. We gaan eerst de support monteren, allemaal met nieuwe rubbers, zodat we het kunnen eerst bevestigen aan de mini. Er zitten er twee vooraan en twee achteraan. Deze worden later aan de body van de mini vastgemaakt. Dat zijn de fameuze veerbollen. Ja. Die waren nog goed. Dat hebben we eerst getest. Het eerste dat we gedaan hebben, waren hem onder druk gezet. Was goed, ze zijn gewoon opgekuist en herschilderd. Gaan we nu ook voorzien van een nieuw rubber. We gaan eerst die buis monteren. De bus uit PVC zal ervoor zorgen dat de leiding van de veerbol zonder kans op schade door het frame kan lopen. Met een koppeling die op het chassis vastgezet wordt, zal de flexibele leiding verbonden worden met de vaste leidingen die onder de wagen doorlopen. Deze koppeling wordt goed aangespannen zodat er later geen lekken zijn. Het volgende is nu de assemblage van het voorchassis. Ja. Ook de veerbollen erin, de draagarmen erin. Als het compleet is, monteren we het dan in de mini. Beetje hetzelfde systeem als het achterchassis. Ook hier worden eerst alle boutgaten en moeren gereinigd met draadtappen. Zo gaat de montage straks een stuk vlotter en zonder risico's. Hier worden de veerbollen recht boven de draagarmen gemonteerd. Bij het achterchassis werden deze liggend gemonteerd. Dan kunnen de reeds gereviseerde draagarmen in het chassis gemonteerd worden. Wanneer die goed op zijn plek zit, komt een nieuwe as erdoor. De bouten van de as worden daarna op het juiste moment aangespannen. Als laatste stap wordt ook de draagarm aan de andere kant gemonteerd. De chassis zijn nu klaar om te monteren in de wagen.
Maar eerst en vooral moeten we de leidingen monteren die onder het chassis, tussen de carrosserie en het chassis zitten. Anders kunnen we dat niet meer monteren. Dus het eerste die erin moet in de wagen zijn de leiding. Dat zijn de twee leidingen die opgekuist zijn van de hydraulische leiding, van de viering eigenlijk. Die zijn opgekuist, dat gaan we straks monteren. De remleiding gaan we ook weer op maat maken, zoals de vorige. Wat we dan ook gaan vervangen is eigenlijk de benzineleiding. Je ziet er op zich ook niet slecht uit, het is ook niet verroest aan de buitenkant, maar we weten ook niet wat er in de binnenkant zit. Neem ook geen risico mee. Gaan we ook meteen vervangen door een koperen leiding. Ja. Het is weer hetzelfde systeem. De afstand maken met gewoon elektriciteitsdraad. Voilà. En nu gaan we die proberen om de juiste maat te plooien. Met wat tape kan je de leidingen samenhouden. Dit werkt iets makkelijker om de vorm te volgen en de lange stukken te hanteren. Daarvan is het ook altijd goed dat je de oude leidingen op zijn heel uithaalt. Maar kapot te knippen of te snijden, krijg je dan altijd de maat om zo min mogelijk te plooien eigenlijk. Nu de benzineleiding klaar is, kan die onder de wagen gemonteerd worden. Ook de eerste hydraulische leiding mag al terug op zijn plaats. Nu gaan we de remleiding en ook de tweede leiding monteren van de hydraulastiek. Ik heb de remleiding ook geplooid op dezelfde manier zoals de benzineleiding. Dus is ook hetzelfde model. Dat gaan we nu eerst monteren voor de chassis. We gaan hem nu aan de kant zetten. We gaan nu eerst stuurhuis maken om te monteren. Maar dat zie je in de volgende aflevering van DIY on Wheels. Daarin worden het stuurhuis en het chassis op hun plaats gemonteerd.